Ach, daar komt Michel aan. Ah, Michel, ja, ik heb Vera aan. Is toch jouw mede-Nederlander? Ik ben ook Nederlander. Hoe is het met jou? Prima. Ik pak het heel goed. Ja, je bent wat afgevallen, hè? Nee, het is niet wat. Zie je, bij jou direct in het gezicht. Ja, er komt nog meer af. Zo, wat doe je dan? Ik? Ja, anders eten, hè. Tomaten, augurken, wortelen. Zo. Af en toe die chips. En het roken, is dat? Ja, dat blijft, ja. Je weet dat rokers nu de kans hebben op corona. Nicotine in het bloed, dood, corona niet helemaal. Maar alcoholisten en rokers hebben nu een klein voordeel. Ja. Maar wist je dat? Ik heb een gereedschap bij me en wat kleding. Werkkleding voor een eindigozen. Weet je, als ik sleutel, soms ben ik heel erg smerig. Ja. En ik smeer mijn fiets, hè. Dan ben je een smeerlap, hè? Ja, dan moet je de vrouw te smeren, hè? Nee. Ik ben eigenlijk weer een beetje maagd aan het worden. Ja, ben je al maagd? Ik ben netjes. Ik ben in het geloven. Ja, 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 jij gelooft, ja. Ja? Ja, jij gelooft. Jij gelooft in het geloof, ja. Nee, ik ben moslim. Ja. Je moet toch met de tijd meegaan, hè? Ja. Wat kijk jij voor? Kleding? Gedichtjes. Van mijn broer. Hoe is het met je broer eigenlijk? Ook heel goed. Dat is heel goed aan. Dat is vrijgezel, hè? Ja, dat was 67 jaar. Maar dan kom je net kijken. Ja, ik ben al 64. Ja, maar je hebt de eeuwige jeugd. Ja. Ik heb de plaats van Lekmige Maas en Lekmige de Prima. Ja, maar de prie is toch een vagina? Nee, fik. Ah, dit is het ook alweer. Bij mij woont er een oudere homo en die zegt in de kutte sprut. Die werkt als vrijwilliger in een homocafé in Maastricht. Hmm. Maar waar ik woon heeft hij veel last gehad. Hij werd bedreigd door allemaal jonge knullen. Dat is nu stiller geworden. Maar de politie deed niks voor hem. Tegenwoordig kan alleen maar een zwarte racistisch behandeld worden. En een wit en een gele, en een homo en een jood niet. In de reclame zie je ook wel moslims, maar je ziet nooit boeddhisten, nooit joden in. En dat is wel een beetje raar. We mogen nog was opgehaald bij Robert voor mijn moeder. Want als je de was daar laat doen, hè, dan ben je 3 euro kwijt voor een kussensloop. Oh, die vind ik gek. Ja, het koningshuis moet genoeg geld hebben. Hè? Ja, ja. En die hebben al te weinig. Ja, dat schijnt, hè? Ja, ik kom op. Jongen, kijk direct bij de apparatuur. Ja. Oh, daar komt iemand bakken brengen. Ja, die neemt ook niet meer alles aan, hè? En voor mensen... Ja,